We zitten vroeg in de auto. We zijn onderweg naar Amsterdam. We zijn weer thuis. En we hebben ook flink geshopt. Goedemorgen, het is zondag en we zitten in de auto. Goedemorgen, ga je eens goed op je stoel zitten, dame? Dan doe ik wel zo. Goedemorgen. Goedemorgen. We zitten vroeg in de auto, we zijn onderweg naar Amsterdam. Amsterdam. Ja. We gaan elk jaar rond onze trouwdag naar Amsterdam. Vorige jaren op onze trouwdag, maar dat kwam nu niet uit, dus nu 2 dagen eerder. En we zijn heel hard aan het hopen dat het een beetje lekker weer blijft. Heel goed weer gaat het niet worden, maar in ieder geval toch. Een beetje lekker weer. Ja. We zijn aangekomen. Het is best druk. En we hebben honger, dus we gaan eten. Hallo dame. Wat gaan we eten? Patatjes. Lekker. Ja. Carpaccio. En wij hebben lekker soep. En dat is super lekker. Hij ziet er heel goed uit. Lekker hè? Kom maar kaas op. Oh, dit is zo lekker rood. We zijn weer thuis. En we hebben ook flink geshopt. Daar ligt al lekker te slapen. En ik ga even laten zien wat we allemaal gekocht hebben. Een hoop. Ze had ook een boekje gekregen, maar die is mee naar boven. Sarah heeft een bruisel. Hij vroeg me wel heel trouwens. Dat is mooi. Ik was bang dat hij niet ook leeg zou hebben. Ze heeft een bruisbal van Leus, maar het is geen bal. Het is een vlinder. Hij is echt heel cool. Ik dacht, die komt daar heel gebroken aan, maar zo vast zo goed. Kijk, hoe cool is deze. Hij ruikt lekker. Lekker. Ja. Dat is echt heel lekker. Dus die hebben we. Die is naar boven. Dan is dit een cadeautje van mijn broertjes verjaardag. Dus die blijft nog heel lang dicht. Ah, deze is je zelf ingepakt trouwens in de winkel. Hè? Dit is een nijntjesleutelhanger. Mm. Maar die mag ze morgen zelf weer uitpakken. Ze mocht daar in de winkel. Je hebt een winkel in Amsterdam, X-Bank. En echt, wij gaan daar altijd heen als we naar Amsterdam gaan. Echt, echt een hele leuke winkel. En ze zijn zo verschrikkelijk lief voor haar. Ze mag met alles helpen en alles doen. En ja, echt helemaal geweldig. Ik vind die winkel echt een aanrader. Dus daar heeft ze haar eigen lijntje gepakt. Oh, dit is jouw t-shirt. Marco heeft deze gekocht. Amsterdam. Die is van jou. Ik heb schoenen. En die heeft Sarah de Bijenkorf ingepakt voor mij. Zij pakt het liefst alles in als cadeautjes en je mag in alle winkels altijd helpen op de een of andere manier. En dat zijn mijn nieuwe schoenen van mijn favoriete merk, June. Ik hou van June. En dit is een kleur die ik al zo'n tijd wil. Zo'n standaard kleur, maar zo moeilijk te vinden op de een of andere manier. Ik heb deze. En ze zijn heel leuk. Ze zijn dus gevlochten leer. Echt een leukje. Ik vind deze echt... zo tof. Ik ben er zo blij mee. Jij vond ze ook mooi, hè? Mm-hmm. Ja. Helemaal happy mee. En ze zaten ook echt heel lekker.
Maar dat zit dit werk eigenlijk altijd. Oh, moet ik je petje even laten zien? Nee, want dan laten zien wat ik hem heb. Marco heeft deze gekocht. Ik vind hem een. Hoe heet hij nou? Die film. Dat is het jongetje. Hoe heet hij nou? Siske de Rat. Ja, hij is een beetje Siske de Rat op. Kom maar hier. We hebben een broekje. Die heb ik gisteren ook al laten zien. Toen had ze hem gepast, maar toen hadden we hem een maat kleiner. En die was echt kort. Heel raar hoe die maten gaan. Want twee andere broeken van hetzelfde merk had ze dus wel in die maat. Maar dat is weer deze flared spijkerlegging. Gewoon verder simpel. Deze zat dus wel helemaal top. Ik was bang dat het te wijd zou worden. Dan heb ik deze gekocht. Voor in huis. Al vind ik het nu nog niet leuk bij onze inrichting. Maar dat wil ik er toch allemaal uit. Dus dat maakt niet uit. Dat is dan voor later. Ik vind deze zo tof. Het zit heel ingewikkeld nu dat zo. Dit zijn kandelaars. In rosé goud zijn twee dezelfde. Dus ik haal er even eentje uit. Er zit trouwens kaarsje ook bij. Dus ik kan eruit krijgen ooit. En het zit beneden ook weer in het papier. Best gepakte kandelaar ooit. Nou, hoe dan? Zometeen poging 2. Wel, niet mijn winkel. En dan heb ik de Nijntje. En dat is deze. Zij heeft ook deze weer ingepakt. Onze nieuwe Nijntje. We kopen er elk jaar één. En dit jaar hebben we. Ik krijg dozen hier ook vandaag. Zo tof. Even kijken. Het wil er allemaal niet uit joh vandaag. Ik krijg deze ook al niet de doos uit. Je zegt al, ik wil hem niet breken. Deze. Hij glittert helemaal. Ik vind hem echt, echt zo kik. En we hebben de kandelaar. Het zijn er dus twee. En dat zijn deze. En ik vind die poten echt kik. Hij is dus helemaal als een soort kippenpoot gedaan. En dan gaat hier de kaars erin. Dus ze zijn best groot. Ik vind ze echt zo stoer. Ja, helemaal happy mee. Hoogste tijd om even met beentjes omhoog op de bank te hangen. We hebben zo verschrikkelijk veel gelopen vandaag. Echt, mijn stappenteller had al 14.000 stappen geteld. Maar vanochtend heb ik hem alleen maar opgeladen met telefoon. Dus dat heeft hij niet geteld. En hij heeft nog heel veel in de tas gezeten waar hij ook niet alles geteld heeft. Dus ik denk dat we echt 15, 20 kilometer gelopen hebben vandaag. Het was echt heel erg. We zijn echt naar zoveel plekken geweest. Dus ik ben kapot. En ik heb net heel snel wel de vlog van gisteren geëdit. En nu ga ik gewoon even tv kijken. Ik heb echt Netflix tips nodig. Goede series. Ik heb er pas ook om gevraagd. De ene keer vraag ik tips en dan krijg ik heel veel. En de andere keer krijg ik niks. Dus ik heb echt, echt, echt even goede series nodig. Help me out. En nu ga ik lekker op tijd mijn bedje in. Daar heb ik echt zin in. Ik ben kapot moe. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje omhoog achter te laten. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei.